Welkom terug bij Chat Now. Hannes Brimmer is een van ons landse voorste comedianten. En hij is niet net hierdie jaar in één productie bij Aardklop nie, maar wel drie. Twee daarvan is debuutproducties, Wie is jou papa en mannen. En dan zijn natuurlijk samen die legendarische mannen in een trio comedy. Welkom. Bye, tweede bye, keer hier zo bij Chat Now. Ja, binnen een jaar. Ik denk jij is een van onze gasten die actually twee keer hier zo was. Ik blij. So, hey, jij hebt een verschrikkelijke bezige Aardklop wat voorlee. Kom eens beginnen so bij Wie is jou papa. Dit is een eenman stuk. En hij debuteert bij Aardklop, so dat is baie pressure. Ja, dat is definitief een beetje druk. Ja, maar... waar gaan we? Wie is jou papa is een stand-up productie, is een scherp productie. So dit is my stories oor my dochterkie. En die verantwoordelijkheden en plichten van pa wees. Ek vertel baie stories van mijn eigen ervaring. Het is materiaal wat ik so, vanuit mijn dochterkie gebore is, so al die laatste twee jaar begin inwerk in my stand-up in. En toe die besef gekom, ek wil dit in een show sit, om het vir myself te dokumenteer en B, want daar is so baie verantwoordelikhede wat daarmee met, ek gebruik die term, met klein voetjies kom groot skoene om te vul. So dit is ook so al voor die verantwoordelikhede en pligte en die uitdagings van ouers. Maar sal jy gesê, jy as acteur of skryver of wat stand-up comedy doen, sal jy sê, dit is hoe jy jou goeders kry, jou content kry, deur eie levenservaringe? Absoluut. En dan word die materiaal so bietjie vir dramatiese doeleindes aangepas, sodat dit snaaks kan wees. Maar ek kan met eerlijkheid getuig, al die stories wat ek vertel is regtig ware incidente. Dus as jy een skrywer wil word, kry jy kind. Hulle is fantastisch vir materiaal. Ek sal dit onthou as ek in dit wil begin. Nou, jy het vandag skoene aan, maar jou vorige stuk was punk en plakkies. Hoe verskil Wie is jou papa van dit? Wie is jou papa werk met een baie meer specifieke en pertinente thema in die vorm van ouderskap. En soos ek het onderzoek het, het ek ontdek, dit is een baie breed veld. Dit is een beskrywing van ons menslikheid self. Punk en plakkies was ek dink een bietjie meer aanvallend. Ek dink ek het daar meer gepraat oor die goed wat my pla in die wereld en die breed. Terwyl hierdie nou baie meer specifiek focus op die ouderskap element. En miskien wou ek met punk en plakkies nog so half dalk bietjie wou bekleid teen die wereld en die establishment. Ouerskap maak ons baie rustiger. So dat is definitief een meer matige productie. Maar dan het jy ook so met een man, na wie ek verskrikkelijk opkyk, gewerk. En hy is ook onlangs het hy pa geword. Hy word dan vir die tweede keer pa. Niels Klaassen, uit die regie behartig van Wie is jou papa. Hoe was dit om so met hom te werk? Ek en Niels kon gelukkig op een lang pad. Volgende jaar ken ek hom al 20 jaar. Hy was my senior op universiteit gewees. So ons het al die jare baie projekte saam aangepak, merendeels as medeskrywers en as akteurs. En hierdie is dan nou die tweede keer wat hy die regie behartig vir een eenman vertoning waarby ek betrokke is. So wat het wonderlik maak is, ek vertrou hom ten volle en hy weet precies wat ek uit die productie uit wil hee. So ons het een dynamika wat, dit voel dikwels meer soos een gesprek as wat ek luister na iemand wat vir my sê waar ek moet gaan staan en wat ek doen. So ons kan, en dan deel ons die pa wees. So ons deel ons ervaring, so dit maak die tekst ook soal verryker dankzij sy. En Niels is fantastisch, jy het ons af met hom gewerk. Hy is so theatermatig en hy verstaan theater en het help dat my productie beide stand-up kan wees, maar ook theaterelemente het en set-pieces wat gehoor hopelijk terdeeg en geniet. En dan iets wat een beetje meer tekstgedreven, denk ek, is mannen, wat die Chris Foster die regie behartig daarvan. Vertel vir my, waar gaan hierdie stuk? Wel, Chris Foster is ook iemand met wie ek bevoorreg genoeg was om al een paar keer te werk. Mannen is, dit gaan oor een jagnaweek. En vijf mannen wat by mekaar kom om epic jagnaweek van 10 jaar terug, so of reunie voor te hou. Maar daar is een paar kinkels in die kabel. Daar was een poets wat verkeerd geloop het by die vorige jag. En iemand wil nou wraak kry. So, sonder om te veel weg te gee, daar is drama, daar is intrige, daar is aksie. En het is skreeu snaaks.
So vertel vir my 'n paar, want hierdie is absoluut 'n sterbelaaide cast. Dis ongelooflik. So vertel vir my 'n bietjie van die akteurs wat daarin is en van hulle rolle. Wel, ek speel nou natuurlik die rol van Pieter en dan van die ander spelers is Henny Jacobs, Theodore Jantjies, François Hensley en Chris Foster self. Okay, en hoe was dit om saam met Chris te werk? Ek is gelukkig dat ek al voorheen saam met hom gewerk het en dit is 'n wonderlike ervaring. Chris is deesdae woonagtig in Bloemfontein. So die struktuur van ons repetisies is interessant. Ons het 'n week gerepeteer, 'n maand en 'n half terug en nou keer ons weer terug na die stuk toe. So is dit nie moeilik nie. Dit is moeilik en is uitdagend, maar die stuk is tegnies uitdagend ook. Okay. Ons memeer basies al ons props en so en daar's audiovisuele elemente, so dit is baie opwindend en ek dink dit gaan visueel baie stimulerend wees. En Chris, as hy praat dan luister jy, dis nou een van daai dinge. Ja. En hy weet presies wat hy wil hê. Sy notas is vreeslik uitgebrei en dan aanvullend daartoe, hy ken ons almal. Al die spelers wat in die stuk is, ken hy baie goed. Hy weet wat is ons sterkpunte en hoe om dit uit ons te kry. So dis 'n wonderlike ervaring. Maar die ding wat ook ongelooflik is, is dat jy werk saam met van die bestes in ons land op hierdie stadium. En asof twee produksies nie genoeg is nie, is jy ook saam met Casper de Vries en Skalk Besidenhout. En vertel my net kortliks van 3-in-1. 3-in-1, die gedagte van 3-in-1 is, dis drie generasies van Afrikaanse komediante op een verhoog. Maar die verskil is, as jy dit nou kyk na die lys van name, dan dink jy dat ons 1-1 gaan optree. Maar die realiteit is dat ons al drie op die verhoog is die hele tyd. So ons doen 'n bietjie skerp skerts, ons doen baie improvisasie, ons werk met die gehoor, maar is daai sy nie chaos? Dit is chaos, want jy weet nooit wat Casper gaan doen nie. Jy weet nooit wat Skalk gaan doen nie. Hulle weet nooit wat ek gaan doen nie. Dit is groot pret. Ons het 'n losse struktuur. Okay. Maar dit is basies chaos en ons geniet dit. Dit is soos Makelaars op steroids. Okay. En dan het Artclub natuurlik hierdie nuwe media vrystellings en veldtog waar hulle merchandise gemaak het oor die verskillende karakters wat daar is by die fees. Ja. Nou ek weet nie, het jy een wat jy gekies het? Ek dink ek het gevoel ek assosieer met die Tongval Tokkelos. Tongval Tokkelos. Dis ek. Oh wow, daar's hom. Okay, yeah. Ek dink ons gaan daai badge net hê. Ek gaan ook by Artclub wees, so ek hoop ek gaan die tyd hê om een van jou produkte. Asseblief. As jy hom nie iewers sien nie, daar's drie shows waarna jy kan wees en ek dink jy doen iets soos 9 shows in 6 dae. Baie sterkte. Ja, legendaries om met jou te kan praat. Waardeer dit so baie. Hierso is Mac Miller. Dis Hannes Brummer.